En nu zitten we met hele andere problemen. Ja, nu is het oorlog aan de randen van Europa. Maar God weet, komen ze dadelijk met kwade bedoelingen deze kant op. Staat de vijand dadelijk aan de grens, willen ze knokken. Zitten we hier met onze genderneutrale toiletten? Misschien toch net iets te veel met details bezig geweest. Ja, dadelijk hebben wij mannen nodig die zeggen tot hier en niet verder. Dat soort mannen hebben wij helemaal niet meer. We hebben alleen maar mannen die zeggen tot hier en ja, daarna moet je zelf maar even kijken hoe je dat. Weet je, ik wil mijn medemannen niet belachelijk maken, echt niet. Ik ben net zo. Weet je, ik ben ook een watje. Als ik dat vergelijk met mijn vader, jongen, dat is één generatie. Ik ben blij dat mijn vader mij niet meer kan gadeslaan. Die zou zich verbijten, die zou zich kapot schamen voor mij. Ik zit wel eens thuis op de bank naast mijn vrouw een televisieserie te kijken met een dekentje over mijn been. Je denkt toch niet dat ik ooit mijn vader met een dekentje over zijn benen televisie heb zien kijken. Jongen, in bed had mijn vader nog niet eens een dekentje. Mijn vader lag nooit in bed. Als mijn vader moe was, dan leunde hij even tegen de muur en dan ging hij weer door. Je denkt toch niet dat mijn vader een voorspel deed? Sowieso, vrouwen neuken, dat vond mijn vader iets voor homo's. Ik ben geboren, dat mogen jullie rustig weten. Ik ben geboren omdat mijn moeder bereid was het zaad van mijn vader uit de anus van een wild zwijn te lepperen. Ja? Kijk, klinkt misschien heel gek, maar dat was toen heel normaal. Je denkt toch niet dat mijn vader zittend plaste? Ja, mijn vader had een tatoeage op zijn been. Liever staand poepen dan zittend plassen. Mijn vader heeft één keer in zijn leven heeft hij zittend geplast, maar toen zat hij op een Thaise hoer.